De Lions Club Paramaribo Central heeft gisteren een donatie gedaan aan het Nationaal Centrum voor Coördinatie en Rampenbeheersing NCCR. De donatie bestaat uit 5000 kilogram rijst voor het district Brokopondo. De overhandiging is gedaan in de Mimrebuku-kazerne door Glenn Tewari, president van de Lions Club Paramaribo Central, aan de coördinator van het NCCR, Jerry Sleengaard. De donatie is speciaal bestemd voor de door water getroffen gebieden van het district Brokopondo. Het NCCR is gisteren weer begonnen om levensmiddelen en schoon drinkwater te leveren aan de getroffen gebieden.